De Blauwe Moskee die is voornemens om het gebedsoproep te laten klinken door de luidsprekers. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, inderdaad. Het besluit is genomen door het bestuur om buiten ook de gebedsoproep te laten horen. Dat is iets wat eigenlijk in heel veel plaatsen in Nederland en natuurlijk gewoon überhaupt in de wereld al gebeurt. Maar Amsterdam liep wat dat betreft nog eigenlijk een beetje achter. We hebben dus afgesproken met z'n allen dat iedereen mag dus een oproep doen. Maar we gaan geen geluidsversterkende apparatuur erbij zetten. Dat is... Maar er zijn toch ook kerkklokken? Ja, die zijn er. Nou, die maken toch ook lawaai? Waar gaat het eigenlijk over? Ja, nou ja, waar wij dus op tegen zijn is dus dat we al... en dat komt natuurlijk ook omdat we pas van het IS-gebeuren af zijn. Maar er zijn toch twee dingen die helemaal niets met elkaar te maken hebben? Nee, dat kan u wel vinden. U vindt dat niet? Ik vind dus de mensen... laten we het nou zo houden zoals het is. Waarom? Waarom moeten we nou weer gaan lopen provoceren? Waarom is het provoceren? Het is toch helemaal geen provoceren? Ja, dat is provoceren en dat is dus overlast geven aan de wijk. Oeh, zo, I wasn't prepared for that. Ja, dat is mooi voor de Adhan en die mensen weten wat is de Adhan. De Adhan niet gevaarlijk, ja. Helemaal prima. Vindt u dat geen probleem? Nee, tuurlijk niet. Ze moeten gewoon doen wat ze willen doen. Nou, dat gebeurt nu in andere steden in Nederland, maar nog niet in Amsterdam. Uh-huh. Maar vanuit de politiek klinken er al geluiden van partijen die daar niet heel blij mee zijn. Begrijpt u dat? Nee, ik bedoel, we moeten gewoon accepteren dat... iedereen gewoon hier zijn eigen leven wil leven. Mijn eerste reactie toen ik het las in de krant, nou, lijkt me heel indringend. En ja, zulke herrie lijkt me niet prettig in de buurt. Geen enkel probleem. Moet dat kunnen? Ja, tuurlijk. We leven hier in vrije Nederland, dus nee, geen enkel probleem. Begrijpt u dat de mensen van de politiek zich zorgen maken hierover? Ja, maar dat doen ze om een hoop dingen. Niet zo'n goed idee. Waarom niet? Nou, omdat het een beetje kabaal maakt. Ik vind het een beetje angstaanjagend ook. Ik heb het in Indonesië wel eens gehoord om 5 uur 's morgens. Dat was wel erg vervelend als je dan gewoon ligt te slapen. En dat was heel hard. Bent u toen niet opgestaan? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Even bidden? Gewoon niet weten. Ja, nee. Het is niet mijn geloof. Dus ja, dan. Maar ik vind wel dat mensen er recht op hebben. Maar hoe bedoelt u indringend? Nou, dat getetter. Gewoon echt de muziek. Ik vind niet... niet vervelend dat er geluid is, net als kerkklokken, oproep tot gebed, dat snap ik. Maar ik vind het zelf, als ik in het buitenland dat heb meegemaakt, vind ik dat wel heel heftig. Ja. Maar goed, je kunt ook zeggen, je hoort ook de kerkklok luiden? Nou, die hoor ik niet zo vaak hoor. Nou, vaker dan dit? Nou, ja. Ja, daar ben ik gewend natuurlijk, omdat ik hier geboren en opgetogen ben. Dat en dit bent u niet gewend, is dat het misschien? Precies. Ik denk dat voor mij persoonlijk op het moment dat ik het hoor, dat is natuurlijk een kwestie van smaak, is dat het gevoel wat het dichtste ligt, zeg maar een beetje bij verliefdheid. Dus ik vind het heel erg mooi om het te horen. Ik vind het heel mooi dat wij leven in een land waarin iedereen vrijheden heeft. En die vrijheden, die mogen we, zeg maar, daar mogen we van genieten. En dit is een manier waarop wij daar ook op van kunnen genieten. Ik vind die manier van oproepen wel... best wel een grote stap. Ja, ik denk dat mensen ook te snel misschien geschrokken doen nu rond de islam. Dus dat is, dus ja, dat kan misschien wat gespannener maken, zoiets. Ik zeg, we hebben net IS achter de rug. En als we dus het nu een beetje rustig houden binnen de gemeenschap... dan en geleidelijk aan weer eens een keertje wat nader tot elkaar komen. Maar legt u mij eens uit, wat heeft een gebedsoproep in hemelsnaam te maken met IS? Nou, ik denk dat het bij de bevolking komt omdat wij toch een beetje angstig gaan kijken naar de moslimgemeenschap. Maar is het dan niet juist goed, zo'n initiatief, om te laten zien van dit hoort bij ons geloof? Nee, dat kan je best op een heel andere manier doen. Zoals? Zoals, ga met de mensen in gesprek. Nou, er komt een informatiebijeenkomst. Gaat u er naartoe? Ik weet niet of ik er tijd voor heb, want ik ben razend druk met hier de zaken op orde te houden. Dus ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Ik ga er een beetje van uit, wetende hoe het in de media neergezet wordt, dat er massaprotesten gaan komen. Niet lullig bedoeld. Ik denk ook dat er rellen gaan komen. Waarom? Ik denk sowieso dat er mensen zijn die het er niet mee eens zijn en die dan erdoor gaan schreeuwen en zo. Maar ik denk dat het wel gaat gebeuren. Denkt u dat? Ja, dat denk ik zeker.
Wat ook belangrijk is, is het feit dat je zegt dat er een bepaalde angst is. En dat is eigenlijk nou juist waar dit over gaat. Wat wij dus hopen als moskee, is dat dit juist zorgt voor normalisatie. Dus wat we hopen, is dat dit er juist voor gaat zorgen dat angst weg wordt genomen. Wij zien ook om ons heen dat er angsten zijn van mensen. En wij denken dat wij die angst niet goed kunnen beantwoorden door ons te verstoppen. En door alles binnenskamers te doen. Maar we denken dat we die angst veel beter kunnen wegnemen door juist open ons geloof te beleiden, waardoor mensen het gewoon zien, het gewoon ervaren en ontdekken, er is helemaal niks aan de hand. Je zei net iets wat mij fascineerde, je vindt het angstaanjagend. Nou, soms wel, ja. Dat heel gelaat, dan denk ik, dit komt erin, hè? Kan ik niet een tandje minder. Maar dat komt ook omdat je niet verstaat wat ze zeggen. Waarom vindt u dat provocatie? Waarom blijven we, laten we het nou gewoon rustig houden zoals het nu is. Maar het is toch ook rustig? Die meneer van de moskee die heeft gewoon gezegd, wij willen de islam normaliseren. En u zegt nu provoceren. Ja. Dat zijn volgens mij twee hele verschillende dingen. Ja, nee, ik ben het met je eens. Maar waarom zegt u dat dan? Waarom ik dat zeg? Omdat wij dus nu, laten we het nou even rustig houden met moslims en et cetera. Soms fire, want die dingen zijn soms om 5 uur 's ochtends toch? Ik ben half Marokkaans, in Marokko heb je dat ook. Maar het is een beetje fire voor buurtbewoners als je niet moslim bent, toch dat je dan... Dit is op vrijdagmiddag, 1 keer in de week. Ja, dan is geen stress, toch? Dat kan sowieso. Dan moeten mensen niet gaan zeiken. Ja, toch? Je hebt ook 1 keer in de maand op maandag heb je die alarm. Hoezo is het stress dan dat je 1 keer in de week die ding hoort?